Hele goede morgen. Het is vandaag maandag en we gaan zo vertrekken. Maar ik dacht, voor we gaan vertrekken ga ik jullie even nog snel mijn outfit laten zien. En de kat hebben ruzie. Ik heb namelijk, kijken, een trui aan van Zara met van die gaatjes bij de zijkant van mijn buik. En een rok van LA Sisters. En deze is echt super fijn en mooi op je lichaam. Dat is het eigenlijk een beetje. Goedemorgen Nesim, we hebben ons een beetje verslapen, hè? Jij? Nou, dat is niet waar. Zij zei vanochtend tegen mij van, Nes, kunnen we alsjeblieft nog 1 uurtje extra slapen? We hadden een afspraak, maar ik was echt zo moe. Maar waarom? Hier, laat maar zien waarom. Chill night! Ande, ande, oef, boom. Ande, ande, oef, boom. Willeke, willeke, willeke. Hallo? Gek mens. Je moet hier wel naar rechts, hè? Nee joh. Dan moet ik deze man inhalen. Nee, 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 nee. Afremmen juist. Nou, hey, hey, pas op, pas op. Ben je echt serieus bij mij? Oei jongens, we doen rustig. Oh, dit. Dat ging niet goed. Ja, maar deze man hier, waarom de fuck ga je opeens inhalen? Oh my god. Nou, wat een goed begin van de vlog, jongens. Ik schrok me dood. Reis even rustig. Je moet hier achter deze blauwe auto. Je bent wel een beetje laat met richting aangeven, hè? Ja, maat. Ja. Goed. Nou. Een stress, hé. Even een stressmoment. Even denken. Ja. Ik weet gewoon niet meer wat ik wil zeggen. Even pauze. Wij gaan naar Amsterdam langs Jeep, omdat we vandaag een hele speciale auto gaan ophalen. We gaan vandaag de Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Is die hele grote? Dat is een hele grote. Oh my god. En die gaan we vandaag ophalen. En dan kunnen we een dagje mee rijden. En we hebben ook, volgens mij heeft Jeep voor ons in Scheveningen restaurant. Een lunch geregeld. Ja, een lunch geregeld. En daar gaan we dan even eten. En dan gaan we een beetje rondrijden. Vandaag is dus, vandaag is eigenlijk dus gewoon een lekkere chilling dagje. Leuk hè? Ja. Ik leuk en meer. En ik mag mee. En Myriam mag mee. Lekker lunchje. Myriam. Dus vandaag lekker rondrijden, lekker eten en lekker chillen. Woehoe! Jongens, we hebben de Jeep opgehaald. Deze Jeep heeft gewoon 700 pk. Ja, oh my god, weet je hoe snel dat is? Dat is echt niet normaal. Die geluid ook, oh mijn god. Dat is echt een beest. Besef, deze is nog sneller dan de Mercedes van vorige week. Dan die AMG. Woehoe! We gaan een beetje rustig rijden, want hij moet nog warm worden. Gezellig hoor, Nes. Is dat veel vlog? Ja. Leuk hoor. Ja. Oh, ik heb trouwens helemaal niet verteld wat we gaan doen. Want wij zijn allebei vandaag aan het vloggen. En het lijkt alsof we allemaal dubbel dingen zeggen. Maar goed, we hebben dus vandaag deze Jeep meegekregen. En wat voor Jeep is het, Nessie? Een Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Oh, Trackhawk. Het lijkt zo Zuid-Amerikaans. Het is wel Amerikaans, hè. Maar echt zo van het country-achtige. Maar ja, goed. Wat wij gaan doen. Wij krijgen dus eigenlijk een lunch aangeboden van Jeep. En wij mogen erin rijden in deze auto. En deze auto is echt, die kan echt zo snel gaan. Dat gaan we allemaal straks even uitproberen natuurlijk. Maar wij gaan lekker lunchen. En het is trouwens, het gaat om een restaurant bij Scheveningen. Dus echt vet gezellig. Dus ja, het wordt eigenlijk een soort van date-dagje met Jeep. Leuk hè? Heel leuk. Oh mijn god, ik wil op vakantie. Nou jongens, ik ga denk ik voor Vaderland schrikken. Nesim gaat nu heel hard rijden. Oh my god, ja. Oh my god, what the fuck was dat? Ik schrok echt. Hij gaat nog harder dan een achtbaan, man. Oh mijn god, ik heb gewoon tranen in mijn ogen. Nou jongens, heel veel mensen vinden deze auto blijkbaar bijzonder. Want we worden gewoon omheen gefilmd op de weg. We hebben ook nog een Italiaans kenteken. Ja, mensen zijn toch wel echt uit de auto's aan te filmen. Dat denk ik bij één gekke voetballer. Even opgezocht waar we gaan lunchen. Oh, ben je erg. Wij gaan dus bij een Italiaans restaurantje lunchen. Echt leuk ook, hè? Oeh, laatst zijn we echt in toe Italiano, hè? Italiano! Hey, go! Ja! Yeah. Ah! dit is toch niet normaal, man. Vooral zo in de tunnel, hè? Ja. Echt chill. Ga je nog een keer doen, of niet? Woe! Kijk hem. Ik kan blij zijn. Jalla, jalla. Ga nu dan. Pas op. Die geluid is zo erg. Het is echt een monster, man. We zitten nu bij het restaurant. Dit is echt een heel schattig Italiaans restaurantje. NS. We gaan lekker eten. Ik heb heel honger. Ik heb heel honger. Kijk, zo ziet het tentje eruit. Echt cute. Gezellig, hè? Nee, wat is er mee? Leuk tentje, hè? Leuke muziek op de achtergrond. Oh, Italiaano. Is dat Italiaans? Dit is Italiaans en zo. Ik moest even luisteren. Zo, jongens, dit is niet normaal. Ik ga het even iets lichter maken. Dan zien we dat beter. We hebben een huisgemaakte hamburger gekregen. En het ruikt zo lekker. Niet normaal. En ik moet nu even wachten op Nesim, want die is naar de wc. Kijk dan. Wauw. Dus kijk ook voor een leuk plekje wij zijn. At the beach. We hebben net heerlijk gegeten bij restaurant Villani. We hadden zo'n huisgemaakte burger gekregen met biologisch brood, alles erop en eraan. En nu... Ik ben wel blij dat ik niet alles heb gegeten. Ja, ik ook. Dat was wel heel heftig. Oh, dat is heftig, hoor. Ik wil echt... ik denk dat we allebei de helft niet eens hebben gegeten, of wel? Ja, wel de helft. Ja. Wij gaan nu weer naar de Jeep. We gaan even lekker rondjes rijden. Ja! Hij mee? Ja. Oh mijn god, hij ging zo snel. Hij ging echt van buiten snel, jongen. Oei, joh. Wat zei die man tegen jou? Je moet hem open doen. Deze open doen. Wat zei die man tegen jou dan? Hij zei, wat een mooi apparaat. Apparaat. Film jezelf, film jezelf. Wacht even, mijn tas is open. Ik had alles eruit flikkers. Tot zitten, riem om. Oh ja, god, gordel om. Doe normaal. Oké, go! Wat? Wat? Ik ben echt zo klaar met deze dag. We lopen nu al 2, 3 uur te rijden. Ik ben echt kotsmisselijk. Ik maak echt geen grap. Ik voel me echt zo slecht. Echt. Kom op man, doe het vlog man. Nee, ik voel me echt niet meer goed. Ik wil er ook gewoon echt mee stappen. Ik zei net tegen Nessie van, laat me maar gewoon eruit. Ik loop wel. Ik ben echt zo kotsmisselijk. Alles komt naar boven gewoon nu, voilà. Komt de Italiaanse bon naar boven. Oh. Mijn god. Nee, niet weer toch? Ik kan niet meer. Ik ben misselijk geworden, ik wil niet meer. Nee, ik kan echt niet meer. Oh mijn god, Nes. Wil je niet 1 keer rijden hier? Oké. Ah, the bitches is awake. Yes, yes, yes. Yes, ik ga wel rijden. Rijden wil ik wel. Oké, maar Mimi, je moet aan mij beloven dat je echt normaal gaat doen. Wat is normaal? Ik ga gewoon rijden. Ja, maar wel normaal doen. Ik ga normaal doen. Ik krijg een hartaanval van deze vrouw hier. Oké, Myriam zit achter het stuur. Ja. En je gaat goed naar mij luisteren. Ja, oké. Ja! Waar is je linkervoet? Op de rem, nu. Ja, dat is mijn rechter. Nes! Waar is je linkervoet? Op hier. Op de grond? Ja, op de grond. Ja, daar ga je niks mee doen. Nee, klopt. Je handding is op de rem nu, je voet? Ja. Oké. Zet hem maar in zijn... Drive. Wacht even, kijk voor je, zet de auto daar. Ja, nee. Wacht even tot die auto weg is. Wow. Doe even normaal, ik doe de airco uit. En Mir, je gaat op tijd remmen. Als ik zeg rem is het rem, hè? Ja. Oké, ik doe een beetje los van de rem. Oké, geef maar gas. Moet ik heel veel gas geven of niet? Geef me in 1 keer gas dan. Oh shit. Oké, rem. Rem. Dat is een beetje eng. Hij gaat een beetje. Moet ik hieraf? Ja, ga maar eraf. Rustig. Oké, stop. We gaan naartoe rijden, hè? Stop, dat was het. Oh, dat was het. Dat je mag niet. Ik wil nog even deze stukje nog. Nee, niet hier. Hier is gevaarlijk. Ga daar naar rechts. Maar rij rustig nu. Rij rustig, kijk voor je, niet naar nergens anders kijken. Hieraf? Of moet ik... Ja, hier eraf. Rem alsjeblieft. Het is een lekker auto om te rijden hoor. Oh, zal ik hier even gassen dan? Wacht even. Nee, niet hier. Hier is te kort afstand. Kun je remmen, remmen, remmen. Ga naar rechts. Kan je je stuur iets steviger vasthouden? Ja. Gewoon echt goed vasthouden. Oké, remmen. Stop, stop hier gewoon, stop. Hallo. Dan ga een stukje verder rijden dan daar. Nee, niet hard rijden. Straks nog een beetje hard. Ja. Hier om de hoek. Ja, dan moet ik even inderdaad kijken of er iemand aankomt. Dat is wel een beetje spannend, hè. Rem alsjeblieft. Ik rem, hè. Oké, doe maar even helemaal stopzetten. Dat is wel een fietsenstaar. Niet te dicht bij de stoep, iets meer naar daar. Oké, stop. Ja? Stop helemaal. Wacht even op die busje. En je moet nu, zeg maar, in plaats van dat je zo rustig gaat geven, druk hem gewoon in één keer in. Maar hou je stuur zo vast. Ja. Ja? Echt goed vasthouden. Maar hij is een beetje scheef mijn stuur, dus ik doe hem even iets rechter, ja? Zo. Echt goed vasthouden, ja? God, spannend hè? Klaar voor? Ja. 1, 2, go. Oh, wacht even. 1, 2. Wat doe je nou? Oké, weer, rem. Oké, jalla, stop. Moet ik hier stoppen? Ja, gewoon stoppen. Doe maar eens een P. Ben je nu misselijk geworden? Mijn vingers zweten. Ben je nu misselijk geworden? Nee, ik ben bang geworden. Stop, niks doen, hij is in zijn P. Domme mogol, domme scheiterd. Scheiterd boy. Jalla, stap uit. Hoezo? Niks doen, uitstappen. Ik doe even deze op, dus voor de veiligheid. Wij zijn eindelijk thuis, de katjes mogen eindelijk naar buiten en deze wimpers gaan er eindelijk vanaf. Best om en eindelijk in mijn zinnen. Zo, het verschil, niet normaal. Ik heb even mijn wimpers eraf gedaan, want ik ga zo weer even wimper extension zetten na heel lang. En er is gewoon echt eigenlijk niks meer over. Ik heb het ook echt een beetje van afgeplukt gisteren, omdat ik het zo zat was, omdat ze zo lelijk waren. Dus dat ga ik nu doen. Ik denk dat ik zo met de kwartier weer moet vertrekken. Zo, ik zit weer in de auto. Woe. Ik ga even naar Esme's werk rijden. Want ik ga haar even ophalen en dan gaan we samen even onze wimpers doen. Ik ben op werk aangekomen van Es. Mijn god, ik heb echt de hele dag gewoon letterlijk in de auto gezeten. Ik ben helemaal op. Ik zweer. Ik ben echt nog nooit zo moe geweest van precies gewoon niks doen. Inmiddels heb ik Esme opgehaald. We zijn veilig en wel... Je moet niet liegen. Je moet echt niet liegen. Okay, ik heb volgens mij een beetje verkeerd gereden. Oh mijn god, ik heb echt niet meer misselijk. Deze chick rijdt 17 keer verkeerd. We zijn echt al dik 40 minuten onderweg. Een heel klein stukje. We moesten dus ergens naar rechts. Met een stoplicht naar rechts. We stonden gewoon voor, ze deed op naar rechts. Zij gaat gewoon random rechtdoor. Ik ga mama uit zijn andere kant aan. Ik ben echt een beetje geschrokken. Ja, ik ben ook geschrokken hoor. Maar wij zijn nu wel aangekomen. Weet je wat het is? Ik heb eten nodig. En S ook, hè? En we staan nu voor de China. En deze zocht ik de hele tijd. Ik ben heel verkeerd gereden om deze boy te vinden gewoon. We gaan uitstappen. Kutwijn. Het is nu bij de Chinees en we hadden eigenlijk heel erg simpel uit eten gaan. Maar dit is hem dus geworden. Ik ga lekker garnaaltjes eten met groenten en rijst. En Esme gaat dit eten. Ik weet niet eens wat het is. Oh jongens, ik ben net thuis en het is al best wel aan de late kant. Het is echt iets van 10 uur of zo al. Ja. Maar het is wel laat, ik heb maar gemist hè. Dus ik heb mijn wimpers gedaan bij Sunita. En ze zijn weer echt feliki. Dat was echt een beetje vergeten dat ik het vorige keer mooi vond. Dus eerst had ik gedaan, maar dat echt... ja, niet zo volumieus gedaan. Toen keek ik, dacht ik, nee, ik wil meer volume. Dus ik dacht dat jij het niet mooi vond, maar het was al best wel een tijdje geleden. Maar dit vind ik echt cute. En het is heel erg naturel. Trouwens, als je afvraagt waar ik mijn wimpers doe. Op Instagram heet ze Fabulous Beauty Company. Dus Fabulous Beauty Company. En dan kan je haar vinden. Gewoon DM'en en dan kan je een afspraak maken. Ik ben nu even een teutje aan het maken voor ons. En ik had dit busje, had ik dus uit Londen gehaald. Echt heel erg cute. En hier zitten dus allemaal van die theezakjes in. En het zijn theezakjes in de smaak English breakfast. Echt super cute. Maar het is alweer de laatste. Dus ik ga ze gewoon denk ik bijvullen. Want ik vind dit echt super cute. Dat ga ik echt bewaren. Oh, jongens, ik ga nu even mijn tanden poetsen. En dan ga ik rustig aan naar bed. Ik deze vlog leuk vinden, dan zie ik jullie gewoon morgen weer.